gaat shell maken met een candy en een 4 mm tunische haaknaald. Dit is de kleur. Van heel zacht donkerroze naar zachtroze naar grijs naar donkergrijs. En we gaan starten vandaag met een boomerang tunisch gehaakte shawl. Ik ga hem openmaken en dan gaan we van start. Ik ga de bol op de grond zetten, want ik ga vanuit het midden werken. Dan kan je hem mooi zo eruit trekken. Bolle kant naar boven, smalle kant naar onder. En zo kan je starten met de bol vanuit het midden te werken. Laat die er gewoon aanbungelen, dan kun je die straks gebruiken om het draadje weg te werken. We zetten als eerst een lus op de naald. Trek je even goed aan. Maak er 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. Dan ga je in de achterkant van de lus, dus niet in de voorkant, maar in de achterkant heb je een bol hier. Daarin gaan we steken oppakken. Dus nummer 1, die laat je op de naald. Dan ga je door naar de volgende. En dat is altijd even een beetje lastig in het begin. Het gaat om de naald en ophalen. Dan heb je 3 lussen op de naald. De linkerkant moet recht lopen en de rechterkant gaat schuin. Tot de eerste paar toe. Draad om de naald door 1 lus. Draad om de naald door 2 lussen. Draad om de naald door 2 lussen. Dan heb je de eerste 3 tunisch gehaakte steken gedaan. Nu gaan we aan de rechterkant meerderen, aan de linkerkant minder. Wat doen we? We maken 1, 2 lossen. Dan ga je naar de tweede losse vanaf je naald en daar steek je 2 lussen door. Zo. Draad om naald en ophalen. Dan ga je naar deze hier aan de rand. Steek je van voor naar achter tussen de 2 steken door. Pak je draad op. Haal je hem op. Ga je naar de middelste van de 3 van waarmee je begonnen bent, ook naar achter toe steken, ophalen en dan de randsteek. Om de 2 lussen door en ophalen. Dan heb je 5 lussen op de naald. 1, 2, 3, 4, 5. Dat betekent dat we 2 gemeerd hebben, alleen aan de linkerkant, omdat we de boomerang willen hebben, gaan we gelijk een steek minderen. Normaal als je recht zou haken, zou je hem eerst door 1 lus halen. Maar omdat we een boomerang willen hebben, dus een half ronde shell, ga je gelijk door 2 lussen halen. Dan heb je 2 gemeerderd en 1 geminderd. En nu ga je door met lus onder naald. Door 2, lus onder naald, door 2, lus onder naald, door 2. Nu heb je uiteindelijk maar 1 steek gemeerderd. Nu doen we als volgt. 1 losse. Dan ga je naar de rand hier en dan maak je weer een tunische breisteek. Nu heb je de 1 gemeerderd. En dan ga je door alle steken heen tot aan de laatste. Dus nummer 3, dus nummer 4. En hier hebben we de 2 samengehaakte steken. En dan ga je onder die eerste en de randsteken door. Dus je gaat onder 3 lussen door. Dan gaat de naald en ophalen. Nu ga je rechtdoor haken. Dus je gaat nu 1 losse. Draad oppakken. Dus in plaats van door 2 lussen ga je nu door 1. Draad om de naald door 2. 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 Nu heb je eentje gemeerderd. Nu gaan we 2 losse haken. 1. 2. Ga je in de tweede lus van de naald onder 2 lussen door. Haal je draad op. Ga je naar de randsteek. Steek je voor naar achter door. Draad ophalen. En dan ga je door. Tot en met de laatste steek. En dat is hier. In de randsteek. Nu hebben we 2, 4, 6, 7 steken. We hebben er 2 gemeerd.
Maar omdat we hier twee gemeerderd hebben, gaan we er hier eentje afhalen. Dus in plaats van één losse lus, ga je er twee lussen. Draadsomnaald, twee. Draadsomnaald, door twee. Draadsomnaald, door twee. Draadsomnaald, door twee. Draadsomnaald, door twee. Nu één losse. Naar de rand steken. Dus je brei steken. Draad pakken. Dan ga je naar de volgende steek. Dan maak je ook weer een Tunisie brei steek. En zo ga je door tot met de laatste steek. En de laatste steek zijn weer die drie lusjes waar je onderdoor gaat. 1, 2 en nummer 3. Draad om naald en ophalen. Draad om naald door 1. Je hebt hier maar eentje gemeerderd. Draad om naald door 2. Draad om naald door 2. Naald door 2, draad om naald door 2, draad om naald door 2 en nog 2. Nu gaan we weer 2 lossen maken. 1, 2, ga je naar die tweede lus, onder 2 lussen door, ophalen. Eerst de volgende, ophalen en de volgende, op, op, op en ophalen en ophalen. En de randsteek. Draad om naald. Je hebt hier twee gemeerd, dus dan ga je hier door twee lussen heen. Draad om naald. Toch twee. Toch twee. Toch twee. Toch twee. Door twee. Door twee. En door twee. Nu zie je al dat het schuin gaat lopen hier en dat deze ook mee gaat lopen. Maar je kijkt wel uiteindelijk steeds één steek meer hier. We zijn met 3 begonnen. En we hebben er nu 2, 4, 6, 8. En we door. Dit was de toer dat we 2 hebben opgezet en met eentje hebben geminderd. Dus nu ga je 1 opzetten en niet eentje minderen. Dus nu pak je gewoon de steken zoals ze moeten. En meerder je er maar 1 aan de rechterkant. Hier hebben we de randsteek. Dan ga je weer om 1, 2 en nummer 3 lussen door. Ophalen. We hebben hier nu 1 gemiddeld. Dus dan ga je hier eerst 1 halen. En dan door 2. Door 2. Door 2. Door 2. Door 2. Door 2 en 2 en 2. Nu komen we er in de toer dat we 2 stuks op gaan zetten, dus 2 lossen. 1, 2. In de tweede lus vanaf de naald doorsteken. In de randsteek. Doorhalen en ophalen. Ontraadje. Volgende. De steek daarna. Daarna. En de randsteek. We hebben hier 2 opgezet, dus gaan we hier de lus door 2 halen. Tot en met de laatste steek. We hebben 1 losse. Voorgaande toer waren er 2. In de randsteek doorsteken. De volgende doorsteken. Steek daarna en daarna. Tot en met de laatste. En de laatste moet je onder de 3 lusjes door. Hier is de laatste. 1, 2 en nummer 3. Doorhalen en ophalen. We hebben aan deze kant 1 gemeerderd, dus gaan we hier ook beginnen met eerst op 1 in te halen. En dan door 2, door 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.